Dag lieve heidehertjes en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Niks. Want ik ben hier met helemaal niemand en ik ben de server-eigenaar, blijkbaar. Anyways, er is vandaag niet echt een video. Eigenlijk alleen maar... Oh god, nee, dat wil ik niet. Nee, ik wil niet... Juist, ik ging dus helemaal vergeten dat ik in first person speelde. Maar dat maakt niet uit. Ik wil je eventjes mededelen, omdat ik hier met helemaal niemand ben... Dat jullie meedelen dat deze server nu officieel geopend is. Dus ik zal de server IP... Oh god, heerlijk dat Nederlands. Haarlijk? Heerlijk dat Nederlands. Oh, het gaat echt lekker. Maar de server is helemaal open nu. Normaal gesproken zitten er meer mensen op. Er is nu gewoon helemaal niemand online. Ik heb geen idee waarom niet. Maar het is nu lekker rustig. De server heeft ook heel veel donators nodig. Want over 2 maanden moeten $120 betaald zijn. Dat is ongeveer... €90. Alle donaties zijn welkom. En als je doneert krijg je bijvoorbeeld bij Immortal. Dat spel dat we al een keer gespeeld hebben. Wat hartstikke leuk. We gaan het zeker nog vaker spelen natuurlijk. Want het is gewoon gek. Het is gewoon geweldig. Het heeft allemaal coole dingetjes. En we zijn nu alleen dus we kunnen niet echt spelen. Dan gaan we dus zeker nog vaker spelen omdat het zo leuk is. Oh, lagspike. Maar ja, als jullie dus op deze server willen spelen, de jungle. Ik denk dat het iets van jungle.us is, maar ik gebruik de server IP, omdat dat voor heel veel mensen makkelijk is. In ieder geval, ik kan niet op een andere IP. Ik kan alleen maar op de IP, dus ik denk dat dat voor anderen ook misschien zo kan zijn. Dus iedereen kan op deze IP. Ik hoop jullie te zien op deze server. Als we misschien spelen we dan wel een keertje samen Immortal. Als jullie dat leuk vinden, vast wel. Dat komt helemaal goed, denk ik. Een server exclusive minigame en iedereen wil het spelen, want het is geweldig. Dat was het zo'n beetje. Ik hoop dat er morgen weer een nieuwe aflevering is. Anders overmorgen. En bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op het like-knopje te drukken of het leuk vindt. Ik vind het een leuk knopje. Eigenlijk past dat helemaal niet in dat ding. Maar ik vind het leuk knopje. Mag je het drukken? Dat maakt mij helemaal blij. Comment, dat vind ik ook helemaal geweldig. Want ik vind alle feedback namelijk hartstikke leuk die ik krijg. En tot de volgende keer. En daarbij zeg ik... Bye!